We hebben onvoldoende leiders die in staat zijn grote veranderingen door te voeren binnen de verpleging. Dit zei Angele Wallerlei Kumbangsila, directeur van het EFS College COFAP. Zowel COFAP als het Diaconessenhuis stonden vandaag stil bij Wereldverpleegkundige Dag. Wereldwijd wordt er vandaag stilgestaan bij de Dag van de Verpleging. Over de hele wereld wordt er vandaag bijzondere aandacht gegeven aan de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden aan de gezondheidszorg. Volgens Wallerlei Kumbangsila zijn er ook onvoldoende leiders die in staat zijn om bergen in beweging te brengen binnen de zorgsector. Er moeten meer initiatieven, zowel collectief als individueel, genomen worden om een leidende rol in te nemen binnen de verpleegsector. De COFAP-directeur bemoedigde de studenten van COFAP om te werken naar een leidende rol binnen de zorg. Als je binnen het verpleegkundig beroep zit en de organen die dat beroep eigenlijk moeten ontwikkelen, aansturen en moeten opkomen voor dingen als rechten, etc. Als die organen in slapende stand zijn, vraag ik mij ook in gemoede af, waar zijn er geen nieuwe leiders die kunnen opstaan? Zijn er geen nieuwe leiders die kunnen opstaan en die kunnen zeggen, weet je, ik vind het belangrijk dat onze organen wakker worden, dus ik wil kijken wat ik hier aan kan doen. Edward Van Neer, medisch directeur van het Diaconessenhuis, haalde aan dat hij al vroeg in zijn opleiding tot arts begreep hoe belangrijk de verplegers waren in het heel medisch proces. Verpleegkundigen hebben ook een belangrijke rol bij de vorming van artsen. Ik had zelf reeds vroeg door de houding naar de verpleging ervaren dat de, zoals je als co-assistent dat leert, dan ervaar je dat het leren werken als arts je enorm moet steunen op verpleegkundigen. Van Eer zegt dat wanneer personeel op het werk is, ze zichzelf niet moeten zien als arts of specialist, maar als deel van een team dat van belang is voor de verpleging van patiënten.